Welkom bij de finale aflevering van seizoen nummer 1 van de Ajax Keremot in de Super League. Mijn naam is Dweenster en dit is aflevering nummer 12. De finale aflevering. We gaan meteen kijken naar het programma. Even kijken, we spelen de laatste man mei tegen Gent, Vitesse, Feyenoord en Genk. Genk is een top 4 ploeg. Op dit moment in de Super League, dus die gaan we sowieso spelen. We spelen sowieso tegen Feyenoord. We moeten één wedstrijd simuleren. Ik weet dat Gent hoger staat dan Vitesse, dus ik denk dat wij tegen Gent gaan spelen. En dan simuleren wij de wedstrijd tegen Vitesse. Het is riskant, maar ja, dit is hoe we het doen. Dit is de huidige stand. Wij staan aan kop met 68 punten. Op plek 2 staat Genk, maar die heeft de wedstrijd meegespeeld met 67 punten. PSV staat op plek 3. En ja, dat is nu wel onze grootste concurrent. Maar ook Genk doet nog wel mee. AZ op 4, maar daar gaat het niet om. Het gaat echt tussen Ajax, PSV en dan Genk toch wel als underdog. De spelers zijn net een paar dagen terug uit Mexico. Zijn goed uitgerust voor de slotfase van seizoen nummer 1. We gaan even kijken naar de cijfers die zijn gegeven aan de Ajax-leden dit seizoen. Donny van de Beek, duidelijk onze beste speler. Ja, Donny van de Beek heeft het gewoon goed gedaan. Ik zei het ook een tijdje terug. Ja, hij haalt gewoon het vaakste zijn niveau. David Neres op plek 2. Best wel opvallend. Hij scoort wel veel, dus dat is ook wel de reden. Maar hij heeft ook wel een periode gehad waarin hij toch echt in de dip zat. Frenkie de Jong op plek 3. Netjes gedaan. Dan hebben we Tadić, Zagrefico, Mastrovi, Cissé, Matthijs de Ligt, Marien, Dolberg, Noah Lang, Bande, Varela, Blind, Schuurs. En zoals ik al zei, Ziyech staat hier niet tussen. En hier is Hakim Ziyech. Hakim Ziyech staat op de laatste plek van alle basisspelers. Hij heeft er 7. Maar Hakim Ziyech speelt dus niet op zijn positie. En ik weet niet wat wij moeten doen daarmee. Ik denk eerlijk gezegd dat wij voor volgend seizoen toch echt wel moeten gaan kijken naar een buitenspeler. Een rechtspoot. Pavon werd genoemd. Maar ik zit er ook aan te denken om Justin Kluivert terug te halen naar Ajax. Maar we hebben het over volgend seizoen. We zitten midden in de slotfase. We gaan de eerste wedstrijd spelen tegen Gent. Alle wedstrijden moeten wij winnen. We spelen met Onana, Abdul, Zakia, De Ligt en Cissé als verdedigers. Tagliafico als linksback. Mazraoui als rechtsback. Frenkie de Jong als verdedigende middenvelder. Van de Beek als aanvallende middenvelder. Neres als linksbuiten. Ziyech als rechtsbuiten. En Tadić in de spits. 5 minuten. Ultiem. Aangepaste sliders. Het is tijd. Het is tijd. Het voordeel is, we spelen thuis. Dit is het thuisrecord. Wij zijn op plek 1 samen met AZ. Zoals ik al zei, we hebben een voordeel, want we spelen nu thuis. Dus eigenlijk moeten wij deze wedstrijd wel winnen. Hier is Hakim Ziyech. Ja, wat gaan we met hem doen? Ik zit eraan te denken om hem te verkopen. Als je kijkt naar alle spelers, hij wil de leeftijd dat hij een stapje hoger kan. En ook geldt dat voor natuurlijk voor Tagliafico. Maar ja, hij speelt pas een jaar bij Ajax, dus dat is weer wat anders. De wedstrijd die wij moeten winnen is tegen Gent, aanvoerder, Ofu. Ze hebben ook nog Limbombe, Zurlo die het goed doet. Azare, ja. Wat kunnen wij tegen Gent? We gaan beginnen. 4-3-3 is het systeem wat Gent gebruikt. De Ligt. En dat is een slechte paas. Maar er is natuurlijk paniek achterin. Mazraoui. Je zou denken dat wint hij wel. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech gaat van de afstand. Oh! Mooiste doelpunt van het seizoen. Komt op naam van Hakim Ziyech. Een speler die misschien gaat vertrekken volgend seizoen. Wat een... Yo. Nee man. Wat een doelpunt. De onderschepping kwam van Mazraoui. Ziyech. Van die afstand. Pure kruising. Raakt de onderkant van de lat. De binnenkant van de paal bijna. Wauw. Limbombe helemaal open. Limbombe helemaal open. Zurlot. Nu aan de andere kant. Geen probleem voor Onana. Och nee, het is niet waar. We krijgen gewoon een penalty. We krijgen een penalty tegen. Ik dacht er is niks aan de hand. Want ik deed sowieso niks.
Ongelooflijk. We krijgen gewoon een penalty. En die bal gaat erin. Het staat weer gelijk. Knullig verdedigd van Masraoui. En zo staat het gelijk. En geen doelpunt. Wat gebeurt er daar? Jongen, jongen, jongen. Draait weg. Schiet. En de keeper. Neres. Neemt hem aan. Maar kan hem niet onder controle krijgen. Kan hem weg. Kan hem drukken. Hak hem. Nee, wacht, wacht. Van de Beek. Geblokt. Yo, bijna. Bijna weer een gruwelijk doelpunt. Eerste helft eindigt in 1-1. We hebben nog een helft te gaan. Maar we hadden echt wel een doelpunt moeten maken. 8 keer geschoten voor Ajax. 1 keer geschoten voor Gent. En er staat 1-1. Ja, dat zijn de verhoudingen. En we houden die bal. Maar hoe weet... Ja, kwijt. Oké. Voor de bal komen. Zizé, goed gedaan. Een doelpunt. Nee, geen doelpunt. Want Kaminski staat in de weg. Hele moeilijke wedstrijd. Helaas weer. Ziyech gaat eraf. Ik wil Niane daar. En dan wisselen we Niane en Neres. Zoals gewoonlijk. Ovu. Ovu die gewoon nog meedoet. Overname Masraoui. Overname van Masraoui. We gaan naar voren. Ultra aanvallend. Want... ja, jongen. Die passen zijn zo slecht. Ik word er gewoon helemaal niet goed van. Neres! En een misser. Een misser. Een misser. We gaan gelijk spelen tegen Gent. Verdiend? Nee. Maar ja, als je niet scoort gebeurt dat, hè. Dit is er wat er gebeurt. Als je niet scoort. We spelen gelijk tegen Gent. En dit is heel belangrijk, want als PSV heeft gewonnen, hebben we het niet meer in eigen hand. Dan hebben wij het niet meer in eigen hand. PSV heeft verloren. Genk, wat? We staan nog steeds... oh, jongen, jongen, jongen. We staan gewoon nog steeds bovenaan. Wat een geluk hebben wij, man. PSV heeft verloren van AZ. Genk heeft gewonnen van Zulte Waregem. En ja, Genk en PSV staan nu op gelijk aantal punten. We gaan even kijken naar de volgende wedstrijden voor PSV en Genk. Genk gaat tegen Anderlecht. Dat is een cruciale wedstrijd voor hun. En PSV gaat tegen Charleroi. Charleroi, ja, die moeten ze wel winnen. Wij gaan tegen Vitesse. Vitesse staat op plek nummer 12. 12, dit moet te doen zijn. Maar goed, we hebben de vorige wedstrijd gewoon niet goed gepresteerd. Tadic, ja. Wat moeten we met Tadic doen nu op dit moment? De volgende wedstrijd is tegen Vitesse. En Vitesse is altijd lastig. We gaan naar Arnhem. Zoals je ziet, ja, onze spelers zijn qua conditie gewoon niet goed. Maar ja, ik ga gewoon niet wisselen. Dit zijn gewoon mijn beste spelers. 5 minuten ultiem. Let's go. We zijn in Arnhem, in het Gelredome. En we gaan de wedstrijd spelen tegen Vitesse. De vorige wedstrijd was een thriller. Wat een gruwelijk doelpunt van Hakim Ziyech. Helaas hebben wij die wedstrijd niet kunnen winnen. Maar PSV heeft punten laten liggen. Ging niet. Daardoor is Ging nu op plek 2. PSV, ja, in de slotfase. Net als ons trouwens. Wij hebben ook punten laten liggen. Maar goed. Het gaat lastig worden. De wedstrijd gaat bijna beginnen. Maar ik wil nog even kijken naar de opstelling. Dit is de formatie van Vitesse. Matafs op het middenveld. Odegaard, die wij misschien gaan overnemen. Rechtsbuiten Linzen, een goede speler. Op de linksbuiten Serrero, aanvoerder, ex-Ajax-ziet. Op het middenveld Butner. Ja, ze hebben wel een vervelend team. We hebben gewoon weinig aanspeelpunten. Donny van de Beek. En de redding is van de keeper, Cardinale van Vitesse. Best riskant, wou ik net zeggen. Tadic is niet snel, maar heeft nog wel de bal. Frenkie de Jong van een afstand. En die gaat er niet in. Och, kom op. Nou, man. Waarom hebben wij zoveel moeite met scoren?
Wat gaat Vitesse doen met deze aanval? Odegaard. Niks aan de hand. Tagliafico. Daar is Donny van de Beek. Mastraoui. En Ziyech. En Mastraoui. Dit moet een doelpunt zijn. En het is het ook, Donny. Het is weer Donny. Donny is de man van het jaar, man. Man van het jaar. Speler van het jaar. Donny is speler van het jaar. De assist komt op naam van Mastraoui. En wie anders dan Donny van de Beek. Altijd op de goede plek. Altijd op de goede plek. Deze man. 1-0 staan we voor. Maar goed. Vorige wedstrijd stonden wij ook met een 1-0 voor. En toen eindigde het in 1-1. En dat is weer een slechte paas. Weer. Ja. En een gele kaart, scheids. Een beetje veel van het goede. Maar die pasen zijn weer slecht. En we gaan de tweede helft in met de 1-0 voorsprong. Maar dit zal niet genoeg zijn. Dit zal niet genoeg zijn. We moeten echt nog een doelpunt maken. Vanaf de aftrap meteen de bal verloren. Wauw, Vitesse. 1-2'tjes. Linsen. Voorzet. Goh. Dat had gewoon de 1-1 kunnen zijn. Wat een aanval van Vitesse. Ik ga Tadić eraf halen. Hij speelt zo slecht. Ik kan het niet anders doen. Ja, ik kan hem niet eraf halen. We moeten wat anders doen. Jana. En ja, we moeten het. Rechtspoot. Ja, hij moet wel daar. Nee, oké. Nee, rest gaat eraf. Daar is Niana. En wat een paas. Ongelooflijk wat een paas van de Beek. Oké, we hebben nog 2 wissels te gaan. We moeten Frenkie de Jong eraf halen. En van de Beek weer, denk ik. Ja. Vitesse begint 1-2'tjes te plaatsen. Vitesse. Verlies de bal, want daar is Tadić. Hakim Ziyech. Is er iemand eigenlijk naar wie ik kan passen op dit moment? Marin, nee! Oh. Deze slaat gewoon nergens op dit man. Waarom blijft het zo spannend? Ja, mijn spelers die weigeren om te scoren. We gaan Vitesse nog in de slotfase tegenkomen. Eén ding wat zeker is. We gaan Vitesse nog een keer tegenkomen. In het midden, Diallo. En we hebben een kans, een doelpunt. We hebben gewoon een doelpunt in de slotfase. Ongelooflijk. Jongen. We hadden gewoon de overwinning en ze scoren gewoon in de laatste minuut. Dit is de nieuwe stand. We hebben 70 punten, maar Genk en PSV, als ze hun winnen, hebben ze ook 70 punten. We staan nog steeds aan kop, maar we hebben evenveel punten als PSV en we spelen nu tegen Feyenoord. We hadden een pak slagen gekregen van Feyenoord, maar we spelen nu thuis. Tadić gaan we moeten wisselen. Tadić gaat eraf. We brengen Dolberg erin. We veranderen de instructie voor Dolberg. De wedstrijd tegen Feyenoord moeten we sowieso winnen, maar zeker weten na die pakslaag die we hebben gekregen van Feyenoord de vorige keer dat wij tegen hun speelden. Tadić is vervangen voor Dolberg. Tadić is uit de basis. Hij scoort gewoon niet. Speelde de afgelopen wedstrijden slecht. En we moeten iets, want we kunnen gewoon niet winnen. We spelen thuis, Johan Cruijff Arena, 5 minuten ultiem tegen Feyenoord. En ik weet niet man, het kan gewoon niet spannender dan dit worden. Dit is de wedstrijd, de klassieker. Maar deze klassieker heeft meer waarde dan ooit tevoren. Want dit kan ook wel eens de beslissende wedstrijd worden. We hebben al 4 punten laten liggen. We hebben gewoon al 4 punten laten liggen. We hebben 2 keer gelijk gespeeld. Morgan. Dat is de verdediger, oud-verdediger van Leicester City. Bruh. We spelen dus tegen Feyenoord. Feyenoord doet niet meer mee om de prijzen, maar wel om een plek in Europa. PSV en Ajax op gelijk aantal punten. We moeten gewoon winnen.
Maar het gaat lastig worden. Dolberg heeft de plek overgenomen van Tadić. Want Tadić speelde gewoon de laatste twee wedstrijden gewoon niet goed genoeg. Dit zijn de 11 voor Feyenoord. Ex-Ajax is natuurlijk Vermeer, Van der Heijden. Dan hebben we Berghuis International, Klaasie, Verleend, Hapsensnelle, Beck. Ja, Morgan dus, oud-verdediger van Leicester City. Martina ook uit de Premier League. Larsson een goede speler. Tosé weet ik niet, ken ik niet. Maar we gaan beginnen. Mastroui. Krijgt de bal van Frenkie. Het is trouwens naar rechts. Moet hem zijn. Donny van de Beek, 1-0 voor Ajax. Dit is de zoveelste keer dat wij voorkomen met 1-0. Donny van de Beek is sowieso speler van het jaar voor Ajax. Ajax ziet van het jaar. Mooie paas van Frenkie de Jong op Donny van de Beek. Had ruimte, had tijd en ja, hij moest deze maken. Ziyech op Neres. Neres! En Vermeer met de redding. Mooie paas van Ziyech. Donny van de Beek en geblokt. Geblokt. En geen doelpunt. Dolberg moet. Ja, oké, van richting veranderd, maar toch. Jammer. Verliest hem aan de rest. En dit moet hem zijn. Wie is dat? Frenkie met een belabberd schot. Jongen. Berghuis. Berghuis weer. Berghuis komt er langs. En komt er weer langs. En geen doelpunt Onana. Wat een actie van Berghuis. De Frenkie met de afstandsschot. Vermeer natuurlijk. Te ervaren voor die onzin. Tweede helft van Ajax tegen Feyenoord is begonnen. We staan voor met 1-0. Maar 1-0 is niet voldoende. Daar is Van der Beek. En ja, Hakim Ziyech. Ik had ook al geen vertrouwen in dat schot. En een schot van Feyenoord. Gelukkig geen probleem. Hé, hey, we hebben een foutje achterin. Een foutje achterin en het staat gelijk. Het staat gelijk tegen Feyenoord. Een foutje achterin. Jongen, jongen, jongen. 1-1. Weer gelijk. Net als de afgelopen twee wedstrijden die ik heb gespeeld. We komen voor met 1-0. En dan lukt het niet meer om te scoren. En scoort de tegenstander. Van een afstand. Vermeer niet onder de indruk. De bal komt niet bij Frenkie. Maar we hebben nog de bal als het goed is. Ja, hebben we nog. En dat is overtreding. En een doelpunt. Geen doelpunt. Oh. Leg maar uit hoe je die bal kan missen, Frenkie. We gaan wisselen. We gaan wisselen. Want Tadić of Marin. Nee, Tadić vind ik gewoon slecht spelen. Oké. Misschien. Nee. We brengen Niane erin. Ik vind Tadić echt heel slecht spelen. Drie dubbele wissel. Larsson. En we hebben Berghuis. Nee, het was Tosé. Redding Onana. De bal gaat door op Alvarez. En jongen, 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 jongen. De laatste kans van de wedstrijd is een 100% kans. En de scheidsrechter fluit. Ik heb toch nog een aanval. We spelen gelijk tegen Feyenoord. We spelen gewoon gelijk. Jongen, 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 jongen. Niet verdiend.
Wat heeft PSV gedaan? Wat heeft Genk gedaan? Wat hebben ze gedaan? PSV gaat aan de leiding met 73 punten. Genk heeft 71 en wij zijn gezakt naar plek nummer 3. We hebben 3 wedstrijden gespeeld en we hebben 6 punten laten liggen. Dat is gewoon echt niet normaal. De Super League winnen in het eerste seizoen gaat heel moeilijk worden, want PSV staat 2 punten voor. Dan moeten ze echt de volgende wedstrijd verliezen. We kunnen wel de tweede plek overnemen, maar we gaan even wat kijken, man. In de laatste wedstrijd speelt PSV tegen Anderlecht. Dat kan nog wel eens lastig worden, want Anderlecht staat op plek 7. Het verschil met PSV en Anderlecht is natuurlijk wel heel groot, maar het kan. Wij gaan tegen Genk, de nummer 2, dus dat is sowieso een lastige, maar ja, we gaan het gewoon doen. Ik heb Tadić weer in de spits gezet, want het experiment Doberg was mislukt tegen Feyenoord. We hebben nog een kleine kans om kampioen te worden, maar dan moet PSV verliezen. We spelen tegen Genk, wij moeten winnen, maar we hebben nog steeds geen wedstrijd gewonnen deze aflevering. 5 minuten ultiem, we gaan naar Genk. Alleen als PSV verliest en wij winnen, kunnen wij kampioen worden van de Super League in het eerste seizoen. Zo niet is het sprookje afgelopen. Helaas moeten wij wel tegen de nummer 2 van de Super League competitie. En dat is echt wel een probleem. Te bekijken spelers. 13 doelpunten voor Trossard. Jongen. Och. Guidetti heeft ons veel pijn gedaan dit seizoen. Ja, gaat lastig worden. We moeten gewoon winnen. We hebben tenminste niet de wedstrijden verloren, maar we komen gewoon heel moeilijk tot scoren. De afgelopen 3 wedstrijden. We moeten denk ik wel op zoek gaan naar een nieuwe spits. Ik denk dat het tijd is voor Tadić om te gaan. Ook omdat hij natuurlijk op leeftijd is en ja, zijn waarde zal dalen. Ik wil wel wat geld voor hem terugkrijgen. Maar ja, dat is allemaal voor volgend seizoen. We gaan tegen Genk. Dit zijn de 11. 4-3-3 is het systeem. Net als Feyenoord. Dat gaat dus waarschijnlijk lastig worden. We gaan beginnen. Weer Jefferson. Trossard. Corner, geen corner, nee. Aldo wel binnen. Frenkie. Aanname is goed. De bal is op Neres. Neres met de aanname. En dit keer weer geen doel, jongen. Duurde zo lang voordat hij schoot gewoon. Waar is de luchtmacht van Ajax? Cissé! Recht op de keeper. Heine op Jefferson. En daar hebben we Trossard. Die moeten we niet daar laten gaan. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ziyech. Ziyech heeft ruimte. Zou je denken, hè? Tadić. Op Ziyech weer. Die moet het doelpunt zijn. Doelpunt! De zoveelste van Donny van de Beek. Donny van de Beek. Ajax-ziet van het jaar. We hebben er helemaal niks aan. Maar hij is echt wel de beste speler van Ajax dit seizoen. En weer komen wij op voorsprong. Donny van de Beek. De enige speler die ik kan vertrouwen op dit moment, de afgelopen wedstrijden. Tadić. Tadić. Het is Donny van de Beek! En het is helaas niet een doelpunt geworden voor Donny. Ito. Krijgt hem op. Even kijken. En helemaal open. Helemaal open. Helemaal open. Och, 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 och. Zie ik. En Jefferson met een geweldige slijding. De luchtmacht van Ajax. Ik wacht nog steeds. En weer recht op de keeper. Haak hem. Zie ik. Geen probleem voor de keeper. Ziyech is gewoon niet goed in scoren. Tadić! En geen doelpunt van Tadić. Dat had hem echt wel moeten zijn. We krijgen niet zoveel kansen meer.
Luchtmacht van Ajax. Ik wil je zien, ik wil je horen. Het gebeurt niet. Luchtmacht van Ajax is gewoon niet goed genoeg dit seizoen. Tadić, Ziyech, Dolberg zijn toch wel drie spelers die ik wil gaan vervangen. Ik moet het nu wel gaan zeggen. Ik moet het nu wel gaan zeggen, want ja, voorin doen wij het gewoon niet goed. Neres, die heeft echt wel veel doelpunten gemaakt. Voor een vleugelspeler, hè. Trossard. Krijgt de bal niet weg. Nee, sterker nog, er gaat weer een kans komen. Ik doe alles eraan om deze aanval te stoppen. Het ziet er uit dat we het niet kunnen stoppen. Onana met de redding. Gelukkig, want ja, ze hielden de bal echt heel netjes bij zich. En ja, we kregen hem gewoon niet weg. Maar we hebben nog een corner. Niks aan de hand. Tagliafico, vertel mij. Geef me één goede reden waarom ik jou niet moet verkopen. Meteen nu, Tagliafico. Tagliafico kopte hem bijna in zijn eigen doel. Ja, dat kan gewoon niet meer. En dat is Tagliafico nu wel met een goede redding. Genk wordt sterker. We hebben dit de vorige wedstrijden ook gezien. En dit gaat eindelijk een keer goed. Aanvalletjes worden goed. Hoppa, Niana. En Tadić, ja natuurlijk, van die positie. Ja, 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 ja. We hebben een corner, maar ook de corners, ja, onze luchtmacht. En Alvarez bijna met de 2-0. We hebben nog een paar minuten te gaan. Het ziet er naar uit dat we deze wedstrijd gaan winnen. Marien krijgt hem niet op zijn rechtervoet. Laten hem uitgaan. En wat is het geworden bij PSV? Wat is het geworden bij PSV? Nee, serieus! Nee toch? Of wel wat? Heeft PSV punten laten liggen? Nee man. Jongens, ik denk dat we kampioen zijn man. Nee, dit verzin je niet man, zo'n einde. Dit einde kan je niet verzinnen. Dit einde kan je niet verzinnen. Er is geen script mogelijk voor dit einde. We zijn kampioen in het eerste seizoen van de Super League, Pro League en de Eredivisie samengevoegd. We hebben drie wedstrijden gelijk gespeeld. We hadden het niet meer in eigen hand. PSV moest verliezen. We zijn gewoon kampioen. Laten we genieten van dit moment. We zijn kampioen van de Super League. We zijn kampioen van de Super League. Kampioen. PSV heeft verloren met 1-2 van Anderlecht. Hier zie je het staan. PSV heeft verloren met 1-2 van Anderlecht. Wij hebben gewonnen met 1-0 van Genk. Wauw, wat een finale man. Wat een finale. Yo, dit verzin je niet man. Dit is niet normaal. Nu gaan we kijken naar de eindstand. Wij zijn kampioen van de Super League in het eerste seizoen geworden. 74 punten. PSV op plek 2 geëindigd met 73 punten. Genk heeft het niet gehaald. Op plek 3 geëindigd met 71 punten. Royal Antwerp FC knap gedaan. Op plek 4 met 66 punten. Voorbij aan AZ. Op plek 5 ook met 66 punten. Beter doelsaldo voor Antwerp. Feyenoord op plek 6 met 61 punten. Anderlecht op plek 7 met 59 punten. Gent op plek 8. Zultewaregem op plek 9. FC Utrecht op plek 10. Club Brugge op plek 11. Sint-Truiden op plek 12. Vitesse op plek 13. ADO Den Haag op plek 14. Ik ben benieuwd of Standard Luik
gaat degraderen. Kortrijk op 15, Heerenveen op 16, Charleroi op 17. Dat betekent Standard Luik, Oostende en Groningen gaan degraderen. Maar welke ploegen zullen promoveren? De ploegen die zullen promoveren als het goed is. PEC Zwolle, Gerlebrugge en Willem II. Topscorer van het seizoen is geworden Jurgensen. Uitgeleend aan Anderlecht. Feyenoord, wat heb je nou gedaan? Hij is dus de man geworden van de doelpunten in het eerste seizoen van de Super League. Jurgensen van Feyenoord. Diallo is geëindigd op plek 2 van Vitesse met 16 doelpunten. En Charlotte van Gent op plek 3 met 15 doelpunten. Onze beste speler. Het is Van de Beek op plek 21 met 9 doelpunten. En de rest staat er niet eens meer in. De man van de assist is geworden Tadić. Gefeliciteerd. 9 assists voor hem in 24 wedstrijden. Dat is echt een goed gemiddelde. Als je kijkt naar de rest. Trossard op plek 2 van Genk. Ook met 9 assists. Maar 38 wedstrijden duurde hij daarover. En Bergwijn op plek 3. Ook met 9 assists. Maar hij duurde... Maar bij hem duurde het 37 wedstrijden voordat hij op dat aantal kwam. Tadić gefeliciteerd. Wij hebben ook nog Van de Beek op plek 10 met 6 assists. En De Jong op plek 20 met 5 assists. En dat was het. Wat een seizoen is het geworden, man. Wat een seizoen is het geworden. We zijn gewoon kampioen geworden. Vraag me niet hoe. 3 keer gelijk gespeeld. 1 keer gewonnen. En in de wedstrijd waar het moest... Hebben we wel gewonnen, maar ja, uiteindelijk, ja, dit kan je gewoon niet verzinnen, zo'n einde, man. 3 keer gelijk gespeeld. Je moet niet weten hoe gefrustreerd ik was na die wedstrijden, man. In de laatste wedstrijd speelden wij tegen Genk en die wonnen we. Maar dan nog steeds, als PSV had gewonnen, waren wij gewoon geen kampioen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor alle liefde en alle steun die jullie op deze serie hebben gegooid. Dat doet me echt goed. We gaan natuurlijk door met seizoen nummer 2. Er gaan wat dingen veranderen, maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. Vond je deze aflevering dope? Yo, deze aflevering. Ik weet niet of ik het ooit spannender heb meegemaakt dan dit. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten als je deze serie, deze aflevering dope vond. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan op mijn kanaal. Als je mij wilt volgen, mij wilt supporten. Vergeet dan niet om je notificaties aan te zetten. Want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Ik ben echt van slag, man. We hebben gewoon gewonnen, man. Ik zie jullie weer bij seizoen nummer 2. Bedankt voor het kijken.